De zorg in Nederland verandert. Nederland vergrijst en mensen zijn vaker chronisch ziek. Maar er zijn te weinig handen aan de bedden om zorg te kunnen leveren. We zullen vaker hulp vragen aan de mensen om ons heen, maar die worden dan weer zwaarder belast. Technologische innovaties toepassen op concrete zorgvragen kan een antwoord zijn op het arbeidstekort. Maar belangrijker nog, technologie kan de kwaliteit van leven voor ouderen, chronisch zieken en hun mantelzorgers verbeteren. Het ontwikkelen van technologische innovaties in de zorg gebeurt in Delft. Techniek en zorg is voor Delft een hele speciale combinatie. Wij hebben de grootste technische universiteit van Nederland in Delft. En daarnaast hebben we ook alle zorginstellingen die er denkbaar zijn. Dus ziekenhuis, verpleegzorg, thuiszorg, alle vormen die daarin denkbaar zijn. Nou, je ziet dat Delft een hele duidelijke koers heeft gekozen met Delft Kennisstad als strategie. Omdat we denken dat daar de economische toekomst van onze stad ligt. En het is mijn ambitie om die economische toekomst ook te verbinden met de werkgelegenheid in de zorg. 5 jaar geleden kende Delft geen technologische medische ondernemingen. Nu zijn het er 17. Wat begon als een samenwerking tussen onderzoekers, heeft zich ontwikkeld tot een Medical Delta Cluster met een internationale uitstraling. Nu gaat het om de vertaalslag van kennis naar toepassing in de zorg. Technologische innovaties vinden hun weg naar mensen en ondersteunen hen op allerlei manieren. Een voorbeeld: de incontinentiechip van het Delftse bedrijf Solution. Je kunt je voorstellen dat incontinentie voor de persoon zelf überhaupt al een heel groot probleem is, waar heel veel gevoelens bij komen kijken van schaamte en ongemak. Maar voor mensen die dementerend zijn, ze hebben niet meer het woordelijk besef om dat aan te geven aan iemand van: goh, zou je me even kunnen helpen? Volgens mij is mijn incontinentiemateriaal verzadigd. En dat is natuurlijk heel ongemakkelijk voor die cliënt. Met behulp van de sensorstikken weten we wanneer het incontinentieband vol is en kan je altijd op het juiste moment de incontinentiebanden verschonen. Niet te vroeg en niet te laat. De sticker die wordt in het incontinentiemateriaal geplakt. En als verzorgende heb je een scanapparaatje bij je die je even langs de cliënt haalt. En die geeft aan wanneer het systeem een bepaalde mate van verzadiging heeft bereikt. En wanneer je dus het incontinentiemateriaal kan gaan verschonen. En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Nou, wat wij doen in Delft, dat is dat we in het ziekenhuis werken aan hele slimme instrumenten om te opereren. En ook zeg maar veel minder belastend voor de patiënt. Dus dat zijn hele kleine operaties en slimme instrumenten die het lichaam binnen kunnen gaan. We werken ook aan robots voor het ondersteunen van revalidatie van patiënten met bijvoorbeeld een herseninfarct. En we hebben dus meer richting de wijk, dat we dus kijken naar hoe kunnen we de wijk slimmer organiseren met behulp van communicatietechnieken. En daarvoor ontwikkelen we nu een speciale tv die gewoon bij de mensen thuis alle informatie biedt en de zorg organiseert rondom die persoon. Delft en de regio Delft-Westland-Oostland is de ideale omgeving om technologische zorginnovaties te ontwikkelen. In het project Zorg en Techniek werkt de gemeente Delft samen met lokale en regionale partijen door wetenschap en ondernemerschap aan zorgvragen te koppelen en zo maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Het belangrijkste is eigenlijk dat die twee partijen die ik net noemde, de universiteit en die zorginstellingen en de mensen thuis die het uiteindelijk de zorg ontvangen, dat we die bij elkaar brengen. En dat de vraag en aanbod op die manier bij elkaar komen. Dat de kennis van de universiteiten toegepast gaat worden in het dagelijks leven van mensen thuis. Dus dat betekent dat we proberen hier in Delft, in de wijken, onze technologie te gaan inzetten om betere zorg te leveren. Om die zorg ook slimmer te organiseren met zowel zeg maar, de professionele zorgverleners als de buurtbewoners. Met de technologische innovaties willen partijen zoeken naar oplossingen voor het tekort aan de handen aan het bed en de kwaliteit van leven verbeteren van ouderen, chronisch zieken en hun omgeving. Nou, wat mij betreft is het een succes als al die zorginstellingen die we in Delft hebben een eigen innovatiebudget hebben. En vanuit daaruit die ontwikkeling van techniek en zorg verder stimuleren. Als de Technische Universiteit meer nog dan nu aansluit bij de problemen die er in alle dagen zijn, hè, in de zorg. Dat ze daar technologische oplossingen voor ontwikkelen. Dat er bedrijven naar Delft komen, dat die de weg weten te vinden naar Delft als brandpunt van zorg en techniek. En er in het dagelijks leven van mensen de technologie zichtbaar is en toegankelijk is en bruikbaar is. Zorg en techniek werkt in Delft.